kijkers, leuk jullie kijken naar de 7e AZ-vlog. Vandaag loop ik de hele dag mee met clubfotograaf Ed van der Pol tijdens AZ Sparta. En ik ben nu bij zijn huis. Ja, Ed, het is nu ongeveer 4 uur. De wedstrijd begint om 6:30. Wat voor spullen neem je altijd mee als je naar het stadion gaat? Ja, ik ben net eventjes mijn koffer aan het inpakken. Dus ja, wat neem je mee? Mijn camera's natuurlijk, deze. Nee, komt uit de vorige eeuw. Al mijn kernspullen. Nou, maak je, dat is gewoon je hoofdcamera. Daar maak je alle foto's tijdens de wedstrijd mee. Die maak ik echt de wedstrijdbeelden mee. Er zitten er hier nog twee in. Eentje voor achter het doel. En eentje voor bij het doel. Dus je gebruikt er drie? Ja, vier eigenlijk. Vier. Ik heb hier nog eentje. Mochten ze wat dichterbij komen. En dan voor mijn neus staan te juichen. Dus het is af en toe ook overschakelen van een camera? Ik ben constant aan het schakelen. Steeds de keuze maken van, moet ik nu al, moet ik niet. Want ja, je wil het doelpunt wil je natuurlijk ook mooi in beeld hebben. Dan heb je wat extra materiaal voor nodig. Ja, helemaal goed. Nou, tijd om naar het stadion te gaan. Is goed. Op 18 september 2005 maakte jij een foto die een beetje jouw leven veranderde. Kan jij vertellen wat voor foto dat was en ja, waarom dat zo belangrijk was voor jouw carrière? Nou, ik begon met foto's maken voor de AZ fanpage, voor de supporters. Totdat ik uiteindelijk op het veld mocht, omdat mijn apparatuur te professioneel werd. En, een van mijn eerste wedstrijden was AZ Ajax. AZ Ajax. In Alkmaar de Rout. 2005, belangrijk potje. 4-2 winst. 4-2 winst. Het was een momentje, Arvelatse schiet op doel. Dat was het moment dat de bal wel of niet achter de doellijn was geweest toen de tijd. De Ajax zei, hij zit niet over de lijn, AZ zei het is wel een doelpunt. Ja. Ja, de scheidsrechter keurde hem goed, maar ja, toen was er heel veel discussie, want er was natuurlijk nog geen doellijntechnologie. Nee. Dus ja, zat die bal erin? Nou ja, toen het programma IJzeren Rinnes, dat computerprogramma, dat vertelde eigenlijk dat het geen doelpunt was. Terwijl de scheidsrechter wel goedkeurde. Ja, en mijn foto bewees eigenlijk ook dat het ook een doelpunt was. Want jij had de foto op precies het goede moment. Ja. Net wel, net niet achter de lijn. Nee, die foto heb ik naar diverse kranten opgestuurd. Van, die mogen we allemaal een keertje gebruiken. Naamsvermeldingen bij. Ja. En de volgende dag keurig op de mat, 's ochtends voorpagina. Ed van der Pol. Ed van der Pol. We zijn nu aangekomen bij het AFAS-stadion. Het is nu 4:30, nog 2 uurtjes tot de aftrap. Ja, wat ga je nu eigenlijk allemaal doen? We hebben eerst om 4:45 hebben een contract ondertekend. Ja? Dus dan gaan we even naar de 4 uur toe in de bestuurskamer. Van oud-AZ-spelers van onder Kees Kist. Ja, ja, het was nu, leuk om ze weer te zien. Het is nu ongeveer 6:30, iets voor de wedstrijd. Wat ben je nu, wat ben je nu aan het doen? Ik ben nu de opstellingen van AZ en van Sparta aan het doornemen. Ja. Kijken of er wijzigingen zijn, ja of nee. AZ ken ik wel uit mijn hoofd, alleen Sparta. Dus iedere club die hier komt, kijk ik even naar of alle rugnummers kloppen, of de namen goed gespeld zijn. En dan voer ik hem in. En wat ga je net met die foto's van die oud-AZ'ers? Die ben je nu ook al aan het inladen? Ik heb er net eentje door gezonden van Kees Kist. Leuk voor de beeldbank. Ja. Voor de AD. Dat kunnen we meteen die kranten gebruiken. Ja, inderdaad. Dus nu heb ik hem verzonden. En over bijvoorbeeld 10 seconden kan hij al online staan op de beeldbank. Nou, helemaal goed. Ik kan een AZ-kram ook gebruiken. Tijdens AZ Sparta. Ja, en wat is jouw rol precies bij de warming-up?
Sowieso proberen de trainers even bij elkaar in één shot te vangen. Dick Advocaat en John van der Rom. Advocaat en John van der Rom. Was gelukt zoals je zag. Mooie foto. Ja, leuke foto. Even wel leuk die herkenning weer met elkaar, weet je wel. Ja. Dat ze elkaar weer na een lange tijd hebben gezien. En Dick Advocaat weer terug voor het eerst natuurlijk in het stadion van AZ. Ja. Waar hij trainer was. Dus ja, leuk om hem weer even te spreken en om hem te zien. Door een laat doelpunt van Idrissi. Nou ja, je hebt een prachtige foto eraan gemaakt. En als jij die foto hebt gemaakt op dat moment, weet je dan al meteen van, nou, dit is de perfecte foto. Ja, hij komt zo op me afrennen. Ja. Dat, ja. En klik. Dat en meteen, dan weet je meteen op dat moment, dit is hem. Dit gaat hem worden. Ja. Nou, het is uiteindelijk een prachtige foto geworden. Ja, daar is hij. Prachtig. En wat moet je nu nog allemaal doen na de wedstrijd? We hebben straks hier de persconferentie. Met Dick Advocaat en de bitterballen. Ja, dus die gaan we ook even vastleggen. Ja. En dan de man of the match. De man of the match. Idrissi. Dat was Idrissi. Ja, dus dan gaan we straks even naar de box toe. Met Idrissi. Met Idrissi. En dan gaan we daar wat foto's maken met de sponsor. Thuis bij Ed. En wat gaan we nu doen, Ed? Na een overwinning hebben we een biertje op het Waagplein. Op het Waagplein. Dit was de vlog. 11 april om 4 uur. Dan zijn we er weer. Als je het een leuke vlog vond, doe even een duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Doei!